Je gezondheid, hoe gaat het daarmee? Mijn gezondheid gaat goed. Ik word er emotioneel van. Mijn buurman heeft Q-koorts. Er zijn hier heel veel mensen in de buurt die ziektes ondervinden door dit soort bedrijven. En dat is moeilijk. Ik vind dat heel moeilijk om te zien. Dit is over het algemeen een overbelast gebied met heel veel verschillende dieren. Dus dat betekent ook dat je heel veel verschillende soorten stank hier langs ruikt komen, zullen we maar zeggen. Dus dat betekent dat we dan ramen dicht houden, niet buiten gaan zitten, geen was ophangen, kadavers ophalen ook, hè. Dus bijvoorbeeld in de zomer, als er weinig wind staat, ja, dan kun je voorstellen dat hier wel, ja, af en toe een soort van lijkenlucht hangt. Dat is echt heel smerig. En dan zeggen mensen, ja, je kiest wel voor de lusten, maar niet voor de lasten. Maar wat hier gebeurt en wat er, op waar veel meer mensen met mij last van hebben, gaat wel echt buiten de perken. Dat heeft niks meer te maken met acceptatie van overlast in een buitengebied. Ben je bang ook voor jezelf en voor je gezin? Ik maak me wel zorgen om mijn gezin, ja, klopt. Moet je dan niet gewoon de strijd opgeven en weggaan hier? Nee. Nee, want als ik het opgeef, dan geven andere mensen het ook op. En dat kan niet. Daar ben ik niet voor. Je bent strijdbaar? Ik ben zeker strijdbaar, ja.